dit is Mariska. Zij is heel stoer en populair. Haar vader is de directeur van de school. Dit zijn de meelopers: Mitchell, Aman, Suleiman en Samir. En dit is Basira. Dit is haar eerste dag op de nieuwe school. Hoi, ik ben Basira en dit is mijn vader. Haar vader was directeur op een andere school, maar die school moest dicht. Ga daar maar zitten, daar is plek. Eeuw, je stinkt! Buiten op het schoolplein staat Basira helemaal alleen. Ik heb een cadeautje voor je. Dat heb je nodig, want je stinkt. Waarom doen jullie zo gemeen tegen me? Ik zeg tegen de directeur. Dat zou ik niet doen als ik was, want mijn vader is de directeur. Ondertussen zit de directeur van de school, de vader van Mariska, bij het schoolbestuur. Meneer Visser, we hebben helaas slecht nieuws voor u. Wat is dat dan? We moeten u helaas ontslaan. Waarom? Want zoals u ziet worden veel te veel kinderen gepest. Kijk dan maar. Maar dat slaat toch nergens op? Het bestuur is niet tevreden met hoe hij de school leidt. Er worden te veel kinderen gepest en hij doet er helemaal niks aan. En daarom ontslaan ze hem en wordt de vader van Basira de nieuwe directeur. Maar wat? Hij? Hij stinkt, hij is stom, hij is slecht. Het is maar goed dat wij hem ontslagen. Waarom per se hij? Waarom niet iemand anders? De oude en de nieuwe directeur gaan de klas rond. Zo kan de ene gedag zeggen en de andere zich voorstellen. Nou, kinderen is iets heel vreselijk aan de hand. Nou, de directeur gaat het vertellen. Jongens en meisjes, ik heb slecht nieuws. Ik ben ontslagen. Nee, papa! Maar het goede nieuws is dat ik jullie nieuwe directeur ben. En ik ben directeur bij jou. Dat is toch jouw vader? Later is de klas aan het buiten spelen. Mariska staat helemaal alleen. Nu haar vader niet zoveel geld heeft, heeft hij haar mooie spullen verkocht. Ze heeft spijt van al het pesten, nu ze weet hoe het voelt. Daarom stapt ze dapper op het groepje af. Wat kom jij hier doen? Wat is er? Mooie schoenen. Die had jij toch ook? Mijn vader heeft ze verkocht via Marktplaats. Mijn vader heeft ze juist gekocht op Marktplaats. Marktplaats? Die waren toch rijk? Wat maakt het nou uit? Kunnen we niet gewoon met z'n allen vrienden zijn? Het beste is gewoon niet cool. Die schoenen zijn eigenlijk van ons allebei. Zullen we ze niet delen? Ja, schoenen.